Hallo dames en heren, welkom bij deze eerste Jumafel Flat video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, doe het hè. Anders gaan we deze verkenner niet halen. Hij heeft er slappe handjes, maar toch sterk. Oké. Maar het is best donker en creepy. We zien een raam. Stories. We gaan door het raam heen. Ja. Ik ga niet eens een doos opklimmen. Ja, gelukkig. Oeh. Wow. Daar is een super groot steel. Dit is een boom dat ik al voor me gehad. Zou er een bel zijn? Misschien naast thuis? De boom is omgekakt. Ik denk dan de pijl in de bladen ligt. Mijn eigen theorie. Tjonge. Maar ik kan ook niet als het beste spelen, want het is al even geleden dat ik dit gespeeld heb. Nee! Oké. Hallo, kapgenis. Want ik ben mogelijk uitspelen op de on-cheat manier. Want ik doe meestal, als je hier verder bent, moet je deze cheat manier gebruiken. Dat je ergens een vuurtje moet aansteken. En dan een klok uit de Big Ben aan het halen. Zo iets daaruit moet halen, iets goud. Dan moet je de klokken op 12 uur belt die. Klok iets goud uit en dan moet je een poort openmaken, maar eerst moet je dat smelten. Jongen, hoe kan ik dat vergeten zijn? En dan moet je dat smelten, maar dat werkt precies niet. Oftewel stop je dat verkeerd erin. Maar ik heb het op een kleine, heel grote binnenweg. Kan mijn manneke niet meer rechtdoor lopen of zo, man? Ik zit hier al 5 minuten. Leel te knippen. Telkens val ik hier. Altijd over de gym. Ik, ja. Ik ben hier deze keer niet gevallen. Ja. Kan die deur ook anders open? Ja. Fijn. Eindelijk. Ik ga het ook. Klimmen. Oh, het is de eerste keer dat mijn zoet is gelukt. En daar ligt de bijl. Sinds wanneer is het lastig om een bijl op te pakken? Eindelijk. Heb ik nu stukjes die boom daar geraakt? Ballon! Jee, laten we naar de overkant. Dit is zo enorm. Nee! Hoe is dit gelukt? Hoe is dit gelukt? Kijk, dan moet je deze fakkels eruit prullen. Dat lukt wel. Dan moet je dat daar stoppen en dan via daar zo'n hele omweg nemen naar die Big Ben. Maar ik ga het anders doen, want het kan ook anders. Want op een of andere manier wil dat hier niet smelten. Ik heb het over laatst nog eens geprobeerd en er is geen verandering in hoor. Geen enkele verandering. En dan moet je naar deze stand denk ik gaan, of was het linker? Nee, het linker niet. Want deze leek een beetje op zo'n toren. Dan moest ik hem hier proberen te krijgen. Daarop. Oké. Aanloop. Deze. Oké, dan kom je zo hier tussen proberen te gaan. Ja, en dan heb je de saving. Oh, de brug is kapot. Dat is echt spijtig, man. Kunnen die mensen die gewoon die brug hebben gemaakt, steviger maken? Want anders was ik misschien vandaag nog aan de overkant geweest. Heb ik mijn ex nog of heb ik geen steen? Want ik wil dat wel graag inrammen.
Laten we verder naar boven dan kijken, want ik zie dan minecart. Daar heb ik. Gaan we direct naar toe. Eerst wil kijken wat hier boven is. Is hier überhaupt wel iets? Nee! Hier moet iets zijn. Want anders is dat hier toch niet geplaatst. Misschien een steen of een nieuwe bijl. Want anders moet ik die bijl helemaal meenemen. En daar sta ik ook niet echt op te wachten. Oeh! Hier lijkt het makkelijker om te klimmen. Allee. Oh. Ja, als mijn link. Klaar met praten. Hey. Hier is niet eens iets of zo. Als je daarop klimt, is het gewoon maar een toekomst van een berg. Kan ik in de Minecraft springen? Zelfs wel er ook nog echt in, hè? Help. Nee. Oké, nu gaan we gewoon echt spelen. Nu gaan we gewoon echt doen. Wordt echt. Nu ga ik gewoon speedrunnen. Oh. Speedrun. Dam 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 dam. Dam 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 dam. Wacht, dat moet ik nu nog niet eens doen. Dum 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 dum. Waarom ben ik daar? Dat is mijn Minecraft taak verloren. Ja. Eerst was het altijd de bedoeling dat je zo hier zo ja kijken dat hij zo van wat paf ging. Je moest drie zo wow uitspringen. Ja! En go! Oké, we hebben twee batterijen nodig, want ik zie daar twee batterijkisten. En normaal zag ik hier ook een oplader, normaal. Ja, hier is de oplader. Waarschijnlijk ligt dat sowieso in dit huis, de batterijen. Dat kan niet anders. Dat kan echt niet anders. Laten we ze gaan zoeken. We moeten doen dat er één batterij is, maar dan is dat moeilijk te laden. Zo, zeker zo moeilijk als één batterij. Ik weet normaal dat hier in de buurt heen moet zijn. Ja, daar is er één. Ik weet precies hoe die gaan halen. Oeh. Bijna. Dat was echt bijna dat ik eraf viel. Man, mijn manneke maakt echt veel te veel mee. Zeg, ho. Yay. Daar is twee. Van de kast afspringen. Want dat is leuk. Voilà. Ik heb ze allebei. Ik ga die hier leggen. En doe de deur open. Hopelijk is die niet naar de juiste. Naar de... Oh my god. Meent die niet. Dat is de kant waar ik van hoopte dat die niet naartoe ging. Allee. Ik heb al één batterij. En dan ga ik ook nu de tweede meenemen. Kom mee. Dan hou ik de grond vast. Ja, oké. Dan gaan we met die. Moet ik ze nog eens omdraaien? Het is veel leuker als ik met twee ben. Dan is het tenminste wel meer leuk, hè. Dan is het altijd een race. Wie haalt het snelste? Sowieso bij parcours. Maar bij dit deel, dus bij dit level, is het wel echt vervelend. Want die batterijen, die laten altijd samen op, maar moet je altijd een uur wachten. Want bij de ene had dat niet. Je moet echt zo'n één keer doen, hè? Anders werkt het niet. Weet je hoe lastig dit is? Ja.
één is al voltooid. Ja, kom nou op, mijn hand is vast, eindelijk. Allee, nu moet ik eruit gaan. En gaan we jou omdraaien. Dan gaan we nu jou erin stoppen, hè. Klaar om opgeladen te worden. Voor full energy. Voor Brawl Stars max energy, snap je? En dan ga ik misschien ook nog uploaden, maar ik weet niet hoe dat dan moet. Want dat is op mijn gsm en ik upload op mijn PlayStation. En ik ben waarschijnlijk dit nog vergeten. Ik nog gegevens vergeten. Is het altijd zo moeilijk al geweest? Eens wachten tot een klikje, denk ik. Of zit dat zo goed? Had ik hem er wel uithalen? Oh, die zat vast. Ja. Ja. En dat was nummer 2. Goed, Mieke. Je rugzak staat echt volop in mijn beeld altijd. Dus waarschijnlijk ga ik nog een ander skin aandoen. Er was een... Wie was ik toen altijd? Dat hangt vanaf welke map toen. Maar ik vond het saai beginnen worden. En toen had ik deze skin gepakt. De volgende video zullen jullie een ander skin pakken. Zien. Zal ik een ander skin pakken, want... best veel met die stomme rugzak die dan in mijn beeld zit als ik hier naar beneden gooi, hè. Dan ben ik zo de sjaak. Want dan moet ik die batterijen. Daar ligt die batterij, valt, gaat die altijd vallen. Dan moet ik op tijd zijn om die dan te pakken. Want kijk, hè. Die batterij zat dan daar binnen. Dan glijdt die van het dak. Zo, en dan gaat dat ook bij die zijn. Moet ik helemaal weer terug parkouren. En moet hij ook weer opnieuw opladen. Oh, oh, oh. Ja, de lift is aan. Dum, 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 auw. Dit is niet wat ik voorspeld had. Allee, zelfs is de batterij nog leeg. Waarschijnlijk is dat gewoon, blijft dat gewoon heel de tijd vol. Want er is nog geen cent gedaald. Zien. Vooral één is gedaald. Zie, het is nog steeds vol. Volledig vol. Kan ik die... knop überhaupt wel indrukken. En klik. Klik. En mijn hand was ernaast, maar mijn best. Is lift op, je ziet er best creepy uit. En saving. Oké. Next. Zelfs moet ik die lift nog gebruiken. Oh my god, dat rat draait niet eens. Kijk, die blok moest normaal zo mooi openstaan. Maar... ziet je heel dat gedeelte daar zo? Dat heb ik helemaal geskipt. Ik moest wel, anders ging de video nog heel lang duren. Zat ik daar een half uur. En als ik zou knippen, kan ik echt niet knippen. Wie ten huis is dit? Meestal is het wel zo'n groot huis. Dit huis is van de buurman. Van Hello Neighbor. Ik ken dat spel. Ik heb dat ook. Ik ga dat waarschijnlijk ook van uploaden. Hé, hey, slangen. Slijm. Wat doen jullie hier? Ik, wow, zagen jullie daar net zo'n skinnetje? Daar ben ik. Zit ik nu? Eigenlijk moet ik het niet meenemen als ik die spullen uit mijn rugzak kan pakken. Omdat je, als je goed kijkt naar rechts, ziet je bedradingen. Spijt dat ik die niet kan pakken, dan is het echt een heel goed poppetje. Dan zit een cheater. Dat moet lukken.
Nee, dat gaat nooit lukken, maar ik ga proberen. Wilde proberen tenminste. Wel, rood houdt weg moeilijk. Huh, erin. Ha. Dat is een fout, hè. Rood en blauw, blauw en rood. Nee, anders. Zo, die zit al goed. Gas. Wat gebeurt hier? Oh, en die rode slicht zit nog in die. Oh my. Ik ga het gewoon een beetje simpeler houden. Kabel per kabel. En dat is eigenlijk de simpele route. Sommige mensen kunnen gewoon echt die kabels perfect vastpakken. En dat is niet normaal. Oké. Nee, omgekeerd moet niet. Dat lijkt me toch iets makkelijker, want rood is dichter dan blauw. Niet veel licht dichter. Maar wel vervelend. Maar, oh god. Ga aan de kant. Heb ik hem? Nee. Rood is lang genoeg voor hierin. Oh my god! Hoe moeilijk kunnen die snertkabels wel meewerken? Die doen echt zo. Oh my. Eindelijk is dat één, hè? Dan moet ik nog de vol. Ja! Ik was sterk genoeg. Alleen nu moet ik blauw nog op zo'n locatie krijgen. Ik wil je daaronder door krijgen, want dan lijkt dat het wat minder gestrekt moet zijn. Oh, daar heb ik blauw wel. Hoop ik tenminste. Yes! Oh nee, komt deze. Ik kan dit stukje echt slecht. Zo goed mogelijk en dan niet. Hoe? Eén hand. De ander moet vooruitgestrekt worden. Zo. En niet. Nee! Ik ging niet eens vooruit of zo. Want slinkt het weer goed. Moet dat misschien weer erop? Dat dat iets dichter moet, denk je? Ja. Hoe dichter ik het bij die magneet krijg, ja, dit is het dichtste, anders ga ik de kabels uittrekken. Ja, kijk, nu staat die wijder open en dan kan ik beter slingeren. Oké, nu is het moeilijk, nu ben ik helemaal klaar mee. Ik weet nog voor de eerste keer dat ik levelde al deze dingen meenam om daar makkelijker te geraken. Het is me uiteindelijk nog gelukkig gelukt, maar... Ik was wel heel snel beu. En toen ik het beu was, heb ik het wel gehaald. Dit is de vijfde keer dat ik dit level ga doen. Het vervelende is dit stukje. Of die poort. Ik weet nog dat ik dat deed. Oeh! Nee! Hoe val je? Oh my god, man, ik is zo enorm belachelijk, hè? Oh! De armen stretchen, denk ik. Oké, dat heeft dus echt geen nut. Kom op, manneke. You can do this. Haal dit. Voor gerechtigheid. Yes. We hebben hem ergens van onder vast. Dat is de beste locatie, want dan slinkt je veel beter. Zie dan, hoe hoger ik ga als daarnet. Ja. Nee. Nah, ik heb het verpest. Ja, nee. Ik sta? Hoe sta ik? Hoe stond ik daar? Hoe dan? Mensen, snappen jullie het? Hoe ik daar stond?
Alleen hang ik hier een beetje onhandig te bengelen. Kom op. Manneke, stel me niet teleur. Als je valt, ben ik enorm teleurgesteld in je. Dit kan mijn kans zijn om dit level te halen. Om hier niet te cheaten, om gewoon die deur. Ja, nu moet dat ook alweer met die deur. Gewoon heel goed laten glitchen, dat die plank uiteindelijk toch gewoon gaat glitchen. Zo. Nu is die deur eindelijk open. Ik heb nu wel mijn les geleerd dat je naar beneden eigenlijk moest, in de plaats daar van boven. Ik dacht dat ik hoger het moest, hoe makkelijker het was, maar blijkbaar was dat een foutje. Wow. We hebben blijkbaar nog 2 batterijen nodig. Oh, die zijn hier. Ah, we hebben nog een rode kabel nodig. Kan ik die niet uit de vorige ruimte halen? Of misschien is dat bij deze lift. Hoe had ik dit gehaald zonder die liftjes te gebruiken? Want dat kan ik me nog herinneren. Die ligt daar. Laten we een keer. Het zat er ook niet echt goed in. Bye, Frankenstein. Oeh, als we die volgende kabel hebben en die batterijen boven, hebben we misschien de kans. Ja, de kans. Om Frankensteins leven te wekken. Oké, daar ga ik nooit op. Naar beneden! Ik bedoel, naar beneden. Ga nou! Oh nee, ik wil niet weer zo glitch, want dan zat er in mijn kop daarin. En dat is niet fijn. Wow, wat een secret cave, man. Hey, een kommetje. Laat me voor de zekerheid naar de overkant doen, oftewel is het heel dom. Want ik had het kunnen glitchen zonder hier in de cave te komen. Ik heb een rode stengel gevonden. Dat is wel een van de materialen die we nodig hebben. Waar zouden dan die batterijen liggen? Volgens mij heb ik hier een gevoel over dat het een gang is naar boven. Dum 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 dum. Ja, deze ding is. Wat het ook is, om hier te brengen was blijkbaar toch een goed idee. Dan kunnen we al die spulletjes hierin krijgen en dan is alles hierin. En dan moeten we, krijgen we daar naar boven met de lift. Moeten we dat eerst uiteraard uithalen. En dan boom. De eerste batterij, nog 1 te gaan. Volgens mij zie ik hem daar. Ja, dat is hij. Ja, ja. Wacht, dan moet ik jou hier even loslaten. En ik ga je vriendje halen. Of ja, je tweeling, wat het ook is. Want dan zijn jullie een drieling. Batterijen die een drieling zijn. Tja, kan ook sinds vandaag. Maar dan hebben we daarboven nog een zagen, maar die stond aan, hè, elektriciteit. Ja, batterijen gebruiken ook elektriciteit. Of misschien zijn dat verbinderaars. Wat zou nog Frankenstein door leven worden gewekt? Dat is wel cool. Het zou wel grappig zijn als we dan een baasgevecht moeten doen. Het zou echt grappig zijn.
Zelfs is dat nog echt. Maar ik had toen die plank aan de kant geschoven op een of andere manier. Dus ik weet niet of die dan tot leven is gewekt. Want toen ik daarom, oftewel, als we die geslagen hebben, gaat dat luik open. Oftewel komt er dan hendel. Of buh. Zo. Oh, wacht, die moet ik nog naar de overkant zien te komen. Oké. Een schelpje is een kooi. Wow. Oh my. Is dat de lift? Oh ja, dat is de liftknop. Spulletjes. Oh nee, daar zit de kabel nog in. Ik had die per ongeluk verschoven. Je bent op zijn locatie blijven hoor. Ja, mooi op zijn locatie blijven. Waarom is die lamp eraf gevallen? Dat heeft toch geen toegevoegde waarde, of wel? En is een heel intense muziek. Dat was veel eerder moeten zijn. Toen we nog echt heel hard parcouren waren. Met de batterijen op zien te laden. Oh wacht, nu ligt al dat puin bij die... Dom. Aan de kant, voilà. Ik moet de knop indrukken. Maar ik sta er tegen, waarom telt dat niet? Oh, nu moet ik die ene moeilijke plank weer aan de kant krijgen. Dat wordt nog een moeilijk klusje. Oké, als ik hier sta, die plank staat wel veel hoger dan mij. Maar wie, zou hier iemand echt iemand doen wonen? Want de deur lijkt me echt groot. Die zijn ook echt nieuw, Jeff. Zeker voor mijn poppetje. Zou je een reuzen wonen? Nee, want in die kleine ruimtes kan hij dan niet komen. Hoeveel mannetjes van mij passen er dan wel niet in? Kom op. Ja. En ga die batterijen meenemen? Want dan zagen we boven dat die daar moesten. Twee in beide handen. En dan zijn we hier. En ja, dan kunnen we daar die trap op en dan kwamen we uit die deur. Hé, ik heb mijn batterij laten vallen. Heel veel elektriciteit, man. Lijkt net echt, man. Goede graphics, man. Oh, waarom zei die altijd, man? Nu zeg ik het niet. Oké, nu kappen. Oké, man. Gewoon even grappig om zo te doen. Kom op. Dat is één. Die is nu ook af. Kappels leiden naar beneden. Dus daar lijkt het. Er komen elektriciteitsvonkjes vandaan. Ja. Ik hoorde iets aangaan. Ik hoorde letterlijk iets aangaan. Daar. Alle kabels zijn in. We laten hem tot leven in 3, 2, 1. Kom tot leven! Ik sta op het dak. Wee. Ja, ik
heb het gehaald. Boeia! Dit is gelukt. Waar kom ik nu terecht? In de fabriek. Dat ga ik toch wel eens een keertje doen. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video.